Nou, aangekomen op kantoor, maar het kan ook weer niet normaal. Jong. Niet afzetten, dan breek je hoofd daar. Wat de hel? En is een schildpad, ouwe. Ik zie een kolk, ik denk, schiet de vis weg, is gewoon een schildpad. Ik denk dat ik dit wel kan. Wat gebeurt hier nou? Jordi Bregman die je vis vangt. Nou joh, toch nog een vis hier even goed. Ik heb de zomer in mijn bol. Alle terrassen zijn weer vol. Ja, ik moet niet gaan zingen. Dat is geen goed idee. Maar hey iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Ik ben in een goede zomerse stemming. Want het is ook lekker en zomers weer. Het is niet normaal. Het is lekker warm. Het is kort voor 11 ochtends en het is nu al 24 graden. Dat is lekker. Het is zonnig. Blauw luchtje. En wat gaan we vandaag allemaal voor moois doen? Nou, jullie hebben het waarschijnlijk al gezien aan het voorstukje van de video. Maar vandaag gaan we weer een video opnemen met Boas. En in die video wordt er vandaag een slip en slide gemaakt. Ik weet niet precies wat het hele plan is de afgelopen paar keer dat ik naar Boas ben gegaan. Is gewoon van oké, dit gaan we ongeveer doen en we zien het wel. Dus wat we exact gaan doen, dat weet ik nog niet helemaal. Ik ga Boas in ieder geval vandaag weer helpen met het draaien van de shots. En uiteraard wordt het ook gewoon een beetje gezellig. Dus ik heb er zin in. Ik ben benieuwd waar we heen gaan. Het is volgens mij op een locatie met een soort afgrond wil ik niet zeggen, maar een soort schuine helling naar beneden en dan bij het water of zo. Maar dat, ja, het kan zijn dat ik het fout heb. Ik weet het niet. Ik moet in ieder geval nog een kwartiertje rijden voordat ik bij zijn kantoor ben. En ik had hem net al geappt. Ik zeg, joh, ik heb wat vertraging. Hij zegt, ja, no stress. Maar kijk, dat is echt het West-Fries, hè. Als ik ook met een paar minuten te laat ben, dat zit me niet lekker en ik laat het gelijk weten. We hebben namelijk om 11 uur afgesproken en ik kom 10 over 11 aan. Ja, ik ben dan zo'n persoon die gelijk een bericht gaat sturen. Kijk, dat ik te laat kom, kan ik niet zo heel veel meer aan doen dan. Want daar heb ik onderweg gewoon vertraging opgelopen, maar... Om het dan vervolgens niet te laten weten, dat ga ik niet doen. Ik stuur gewoon een bericht. Maakt verder ook niet uit. Dat is misschien niet zo autistisch waar ik last van heb. Ik vind het zelf wel netjes, maar goed. Genoeg geluld. Het is tijd om de laatste kilometers te rijden. En dan tijd voor actie. Alright, we zijn op locatie. Daarachter wordt het zeil neergelegd. En het ding is, jongens, zoals ik net in de auto zei, het gedeelte van de slippers slide zelf, dat wordt gewoon content voor Boas' video. Daar zal ik niet veel van meenemen in mijn video. Maar ik kan er straks af en toe wel wat behind the scenes dingetjes laten zien. En we zijn nu alles aan het voorbereiden en dan gaan we zo meteen knijterharde content schieten. Het is alleen wel een dingetje dat het een klein beetje waait, dus dat zeil waait de hele tijd weg. Maar die zijn we dus aan het ingraven in de grond. En daarna is het tijd om lekker te gaan glijden. Ik heb er zin in. Kijk, er zijn ook allemaal attributen meegenomen, zoals een pijlenboog en een bal en zo, dat er een soort van challenge van gemaakt wordt. En... ja, wat precies het plan is, dat ga ik natuurlijk niet helemaal vertellen. Moet je maar die video gaan kijken, maar het is tijd voor actie, jongens. Let's go. Alright, daar zit ik weer. Achter in de Audi bij Taxi Boas. Gezellig, hè? Gezellig. Onwijs gezellig. En medepassagier Nike. Ja, de opnames die zitten erop. Is allemaal goed gegaan. En daarna hebben we even kort een duikje genomen. Maar we waren aan het verbranden in die zon, jongen. Wat zit jouw auto nou de hele tijd te geven? Ja, wat is er aan de hand? Door die speaker. Ja, toch wel? Ja. Maar soms denkt hij wel, het is een klein kind, en soms niet. Domme, dat is best moeilijk met één hand. Oh mijn god! Oh. Ja, we zijn nu even onderweg naar het kantoor van Boas. Gaan we daar even lekker chillen, even een hapje eten. Want ik ben heel benieuwd, maar ik heb wat trek. Ja, ik ook. Ik kan wel wat, ik maar kan wat eten. Ik moet even eten bestellen. Alleen dat duurt dus ook nog weer waarschijnlijk een half uur, drie kwartier voordat er is. Ja, maar dat maakt niet uit. Zolang het überhaupt maar komt, dan is het goed. Daarom. Nou, aangekomen op kantoor, maar het kan ook weer niet normaal. Hè. We zijn de partij aan het groot, we hebben eten besteld, maar we moeten even wachten op het eten. Maar, er liggen hier dus een paar matrassen op de grond. En je kan nu heel leuk van naar de boven naar beneden springen. Ja, vang hem! Nee, zou ik nooit doen. Nee. Nooit. Oh, jij stuit het helemaal gek! Eén naar Ballhout! Zo, ben ik een goede vlucht. Ballhout! Veel meer? Ja. Want ik kon gewoon alles gewoon lekker vissen. Oh. Ah, ja, dit klinkt heel goed. Krak. Maar, hoe deed jij? Hé? Ja, naar Ballhout lukt echt niet. Ik had al zwaar van moeite met opstaan. Jong. Oh ja, heel mooi. Oh! Voor wie was die? Auw! Wie is nou bier aan het drinken? Doe toch niet? 1 uur 's middags. Lex, Lex. Lex, als hij springt, trek jij snel het matras weg, oké? Nou, wat ben jij aan het doen? Wat gebeurt daar? Wat? Daar. Ik vertrouw het onmiddellijk. Oh, mijn scheen doet pijn van het flesje. What the fuck? Niet afzetten, dan breek je hoofd daar. Let's go! Oei, jij wilde ook echt gewoon voor de grap, zeg maar. Nee, ik wil het in ieder geval bang maken. Ik wil het zo recht trekken en wat terug doen. Maar het is zo raar, dat zeg maar, je draait je om en je ziet niet wanneer je landt. Dus nee. Je kan ook niet, het is gewoon, je laat je gaan. En... maar sowieso dat je gewoon van 4 meter op matrassen laat vallen was ook best scary. Ja, maar het is wel... Klik nu het linkje in de beschrijving voor jou en mijn sleepmatras. Oh nee, dat was mijn video. Huh? Gisteren, wanneer was dat? Ja, we hebben een week. Wij zijn voor uit het raam, heeft hij ook gefrontflipt en zo. Nee, maar nee, buik.
Ja. Oh ja, ook. Ja. Melkbeweging. Niet fijn. Oh, Cody. Ja, nee, ik niet. Zet hem gewoon met mijn knie af. Ik zet het gewoon op. Gaat voor de rest goed met jou? Ja. Zo, jongens en meiden, dames en heren. Ik ben weer thuis. We hebben bij Boos even gewacht op het broodje. We hadden broodjes besteld en dat duurde vrij lang. Dus raakten we te kloten en toen gingen we springen van de reling af. Maar ik ben weer thuis en het is nu tijd voor iets leuks. Tijd voor iets wat ik lang niet gedaan heb. En ik heb het hier in mijn handen. Wacht even hoor. 1, 2. Tadaa. Het is tijd om te vissen. En niet zomaar, maar met mijn maat Jordi. En sommige van jullie die kennen Jordi van mijn visvideo's van vroeger. Maakte ik eerst visvideo's over zowel snoekvissen als karpenvissen. Dat deed ik samen met Jordi. En dat gaan we zo meteen doen. Ik ga nu alleen even snel mijn schoenen aantrekken, want hij is hier naartoe onderweg. En dan is het tijd om de hengel uit te gooien. Nou, eerste stekje van de avond. Gaan we eens even kijken of het niet verleerd zijn. Wat zeg je gevoel? We hebben nog niet gegooid, maar wat gaat het worden? Niks. Ik ga er ook voor, want die vlogcamera's mee en dan gaat het nooit niet goed. Ja jongens, jullie weten het hè. Met snoeken moet je stekken zoeken. En dat rijmt. Dus eerste plekje was niks. We lopen gauw weer door, maar dit, ja, je hebt hier een kanaaltje lopen. En dat loopt helemaal zo door daar naar achter. Dus dan gaan we lekker dat stukje aflopen. En ja, als er niks zit, dan merk je dat vanzelf. Het is gewoon een paar worpjes per plekje doen. Gewoon vijf worpjes of zo. En als je dan niks gemerkt hebt, dan ga je weer door naar de volgende plek. En zo moet je het een beetje zoeken, weet je. Ja, wat zijn we daar aan doen? Vissen. Mooi, hè? Het is wel een mooi zichtje zo, hoor. Met dat zonnetje. Dat mooie groene gras. En dan die klompen van Jordi in de berm. Ja, kennen jullie deze plek nog, jongens? Zo, dit is een tijdje geleden dat we hier voor het laatst gevist hebben, zeg. Ook die dag hebben we dit hele stuk afgevist. En toen vingen we maar niks en vingen we maar niks. Toen kwamen we hier aan met dit gemaaltje en toen ineens vingen we vis. Of tenminste, Ruben die ving vis, want ja, hij moest weer vis vangen. Nou, ik ben wel benieuwd hoe het hier gaat. Even een paar worpjes proberen. Ah, het is toch gewoon lekker, joh. Even lekker buiten, even na het avondeten. 1 of 2 uurtjes even lekker hengelen. Als je wat vangt, is leuk. Als je niks vangt, ben je wel buiten geweest. Heb je even goed je vitamines gepakt. Wat? Kijk dit. Oh, ik weet niet of je dat ziet. Ja, dat zie je wel. En is een schildpad, ouwe. Ik zie een kolk. Ik denk, schiet de vis weg. Is gewoon een schildpad. Wat de hel? Heeft iemand gewoon ooit een keer gedacht, ik hoef mijn schildpad niet meer. Ik pleur hem gewoon in de sloot. Kijk, komt hij weer. Hey, schildpadje. Oh, kijk, hij schrikt al. Hij denkt, nee, dit is geen worm. Ja, ik denk, dit is de jongen van YouTube. Dat zou het zijn. Ik wil niet in de vlog. Volgende plekje, een paar polderse slootjes. En we willen eigenlijk dit slootje daar pakken. Maar dan moet je op dat weiland staan, maar dan moet je helemaal daarin lopen. Maar, kijk. Ik denk dat ik dit wel kan springen. Ja, ik wens je succes. Je kan ook op het podium staan, dus dit kan je pakken. Nee joh. Mijn hengel ook gewoon. Dan moet ik alleen niet op die haak landen. Wat een kerel. Ja, zou mij weer nu lopen. Ja, ondanks dat we nog niet zoveel vangen. Het zijn wel mooie stekjes hoor, moet je kijken. In een weiland, ondergaande zonnetje, blauw luchtje. Gansjes die lekker aan het kwaken zijn. Kijk, vogeltjes. Wauw. Mooi. En dan hier zo de natuur met een mooi slootje. Alleen, we vangen dus niks. Dat is een beetje jammer. Noel, wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt hier nou? Jordi Bregman die je vis vangt. Ik gooi er gewoon in. Ik deed nog helemaal niks. Het was ineens plons en hing eraan. Zit hij een beetje goed? Pak jij hem? Ja, als je meer naartoe trekt, dan pak ik hem. Oh, ik was eigenlijk hier al onderweg naartoe. Best een nik. Hopen dat hij niet los schiet. Hij is ook echt groot. Hoppatee. Oh. Kijk, zie je die tanden? Knip. Jij hebt hem? Ja. Keurig. Nou joh, toch nog een visje even goed. Ja. Lekker man. Mooi plekje zo. Maar je gooide hem inderdaad in, hij lag op het water, toen vloep in één keer erop. Ja, toen had hij hem. Mooi man. Wil je hem nog aaien? Ja. Nu kan het, nee, hè? Nee, hoeft niet. Gewoon alleen even met je vinger zo. Dan voel je even hoe het is. Ik vind het alleen. Kom op. Oh. Nou, mag terug, hè? Ja. Dan gaat hij weer de natuur in. Nou, iets anders was gepland, maar... Ah, vindt ze wel. Met de salto. Nou, lekker pik. Ja. Even onder visie. Auwie. Hij heeft me toch te pakken gehad. Hij spartelde uit mijn handen. Mama, ja, risico van het vak. Maar wel vis. Nou, we houden het voor gezien door het langzaam donker. Maar moet je kijken wat een lucht, hé. Mooi roze is niet lelijk. God, blauwe lucht erboven. Allemaal kleurtjes in de lucht.
Dat wil zeggen dat het tijd is om naar bed te gaan. En of ik lekker mijn bedje in ben gedoken, jongens, meiden, dames en heren. Het is de volgende dag. Ik ben bij thuiskomst helemaal ingestort. Ik ben naar bed gegaan. Ik had nergens geen energie meer voor. Ik was helemaal stuk. Dus vandaar dat ik de outro nu een dagje later opneem. Het was echt een hele leuke dag. Eerst natuurlijk goede opnames gehad bij onze maat Boas. En lopen kloot in het kantoor. En vervolgens dan gewoon nog een visje gevangen met onze maat Jordi. Het was een leuk dagje. Ik heb genoten. Mocht jij nou ook genoten hebben, vergeet het dan zeker weten niet te belonen met een duimpje omhoog. En die beneden te abonneren als je meer wil zien van mijn dagelijkse vlogs. Dan kan ik er maar één ding zeggen. En dat is tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Later.